Nu in Lansingerland in zicht. Honderden egels stromen jaarlijks de opvang binnen. Strijdende sportclubs in het topteamtoernooi. In de Lansingerlandgenoot van januari, goochelaar John Anders. Maar eerst blikken we nog even terug op de trends van kerst 2012. Ja, de kerstboom is bij u natuurlijk al lang weer uit het huis verdwenen. Maar wat waren eigenlijk de trends bij u in de woonkamer? Dit jaar is het hoofdthema kleurrijke kerstshow. Veel felle kleuren. Is ook echt wel de trend. U ziet ons grootste thema. En ik denk dat de kleuren voor zich spreken als je om je heen kijkt. De lollies, de muffins. Het zijn niet meer de traditionele ballen. Pieken, dan merken we dat we wel minder verkopen. Er is minder vraag naar een piek. Ja, dat is echt wel de traditionele kerst dat de boom wordt afgesloten met een piek erop. Naast de moderne kleuren kan je ook nog steeds kiezen voor een oude, vertrouwde kerst. De wat klassiekere kleuren, echt de kerst van vroeger, doet dit oproepen, het huiselijke gevoel. Het suite-thema, zachte kleuren, ja, hoop veren in de boom, boa's, ja, echt een warme uitstraling. Ondanks het gemak van de kunstkerstbomen blijven de echte Noordmannen populair. Een gigantisch kerstdorp onder de kerstboom is niet meer van nu. Een bescheiden huisje in een lantaarn was helemaal 2012. Nu is het alleen nog afwachten wat kerst 2013 ons gaat brengen. In de wintertijd hebben de egels in Lansingerland het zwaar te verduren. Weersomstandigheden, ruimtegebrek en vervuiling bedreigen de egel in zijn bestaan. Bij egelopvang Zoetermeer en omstreken werken ze met man en macht om zieke egels weer een toekomst te bieden. Als een egel overdag wordt gevonden, is dat al geen goed teken. Een egel is een nachtdier. En als een egel overdag rondloopt, en meestal lopen ze in een parkje, en vaak mensen met een hond die daar wandelen, die vinden dan de egel. En die nemen dan contact met ons op en dan adviseren wij de mensen om de egel naar ons toe te brengen, zodat wij de goede zorg kunnen bieden. En vaak zijn die egels inwendig besmet met parasieten. En wij kunnen ze dan door middel van medicijnen weer helpen. Als je een egel ziet, moet je hem geen melk geven. Dat is heel slecht. Dat is veel te vet voor een egel. En hij raakt daardoor aan de diarree. En dan gaat hij de natuur weer in. En dan zou hij zoveel vocht verliezen dat hij toch niet gaat redden. Dus dat is pertinent niet de bedoeling dat je hem melk geeft. Alleen water en kattenbrokjes. Dit is Spencer. Deze egel komt uit Berkel en Rodenrijs. Die is als babytje van 44 gram gevonden door mensen en naar ons toegebracht. En een van onze mensen van het medisch team die heeft deze egel in de thuiszorg opgevangen. En die heeft hem eigenlijk met voedingen van 9 keer per dag. Zelfs 's nachts is ze ervoor uit bed gekomen, heeft zij deze egel tot deze grote jongen gekregen. Iedere dag worden de hokken verschoond. En een krant is natuurlijk goed te vervangen. En ook dan kun je goed zien wat een egel allemaal heeft gedaan, wat hij allemaal heeft uitgericht. En kranten kun je ook veel mee doen dat we daar slaapzakken van maken. Want we kunnen geen bladeren uit de natuur halen om dan de egel een goed verblijf te geven. We geven dus een slaapzak met krantensnippers. En zo kunnen we iedere dag de egel goed bekijken en volgen wat hij gedaan heeft. Of zijn mest goed is. En dan wordt het eten en het water wordt verschoond. En de egel wordt gewogen. En het hok wordt daarvoor helemaal ontsmet met een speciaal ontsmettingsmiddel. Soms moet je de egel een infuus geven. Soms, net zoals Spencer, die had om het uur had hij voeding nodig. Dus dan heb je de egels thuis. Is de egel op een gegeven moment zo goed of heeft hij minder verzorging nodig, dan schuiven wij de egel door naar de egelopvang, dus hier naar de ziekenboeg.
En we maken ook gebruik van uitwendtuinen. En daar gaan dus egels naartoe die op een gegeven moment nog niet terug kunnen naar de natuur. En dan in die uitwendtuin worden zij verder, wij noemen het begeleid, dat ze dan toch nog even in de gaten worden gehouden voordat ze de vrijheid krijgen. Vindt u een egel of wilt u meer informatie? Kijk op www.egelopvang.nl. Vandaag hebben we een hele bijzondere landvingerlandgenoot, een van de beste goochelaars van Nederland. Hey, hallo, goedemiddag. Kom binnen, we hebben erop gerekend. Ik ben John Anders en ik ben goochelaar. Maar stel je nou eens voor, die man die geeft jou die schaar. Die spant dat touw tussen twee handen. Die zegt, knip dat touw razendsnel in het midden door als ik ja gezegd heb. En dat ben ik eigenlijk al heel lang. Dat is altijd eerst een hobby geweest, eerst de opleiding gedaan. Een jongensdroom ook? Nee, eigenlijk niet, nee. Het is, ik heb altijd gedacht van, ik ga er nooit mijn vak van maken. En ik heb gewoon mijn opleiding afgemaakt. Ik kom eigenlijk uit het onderwijs. En op een gegeven moment, toen had ik het eigenlijk in het basisonderwijs niet meer zo naar mijn zin. Oké, het was een relaxte middag. Nu heb ik een groot probleem. Weet je wat? Hier maak ik één touwtje van. Je hebt goochelaars die werken snel. Mijn ervaring is, die leven een stuk korter. Weet je wat? Ik maak hier gewoon een platte knoop. Dan kan je gewoon van alle kanten kijken. Platte knoop. Met één oog kijk je naar de knoop. Met één oog naar touw. Met je andere oog naar mij, krijg je altijd een weer. Oh nee, je hebt een handicap. Eén oog te veel, weet je wat? Onderzoek die knoop, dan praten we er verder niet over. Wat is er leuk aan? Het leuke vind ik nu van dat ik mensen kan vermaken, verbazen, hun even uit hun dagelijkse beslommeringen halen. Van hey, hoe kan dat? Wat gebeurt er? Weet je, ik snap het niet. De lach, dat vind ik heel erg leuk. In goochelen heb je allerlei verschillende afdelingen. Om het heel simpel te houden, een goochelaar doet altijd trucs, uiteraard, met kleine zaken en bij voorkeur met zijn handen. Een Hans Klok is meer een illusionist en die heeft allemaal kasten, en meiden, en vuurwerk en spuiters staan. Dus daar zit wel een verschil in. Geloof je in voorspellingen? Denk je dat mensen dingen kunnen voorspellen? Nou, nee. Nee? Oké. Okay. Ik werk graag voor niet-gelovige mensen. Dat is mijn roeping in dit leven. Dus ik heb hier natuurlijk een onderkaartspel, omdat daar een voorspelling in zit. En die zal ik je ook laten zien. En ik zal je ook precies vertellen wat ik ga doen. Nou, maar kijk. Dit zijn... Hier, dit is mijn voorspelling. Die heeft een andere kleur. Ik wil jou zo dadelijk vragen om ergens een blauwe kaart aan te wijzen. Dus je hoeft hem alleen maar aan te wijzen. En dat kan je boven die rode kaart doen of onder die rode kaart. Dan laat ik je eerst mijn voorspelling zien, want ik kan ernaast zitten. En dan kijken volgens welke kaart jij getrokken hebt. Okay. Ja? Dus wijs maar ergens een blauwe kaart aan. Maakt niet uit waar. Gewoon jouw keus. Nou ja, zet mij als je vinger op, maakt mij niet uit. Doe maar die. Zeker weten, je wil niet wisselen, niet die daarnaast? Nee, die. Die dat is jammer. Oké. Dan zal ik je mijn voorspelling laten zien. Ik voorspel een harte 8. En waar zeg jij? Jij zegt ook bij een harte 8. Nou denk je natuurlijk, ja ho ho ho, dat is makkelijk. Het zijn allemaal rode kaarten. Maar, over voorspellingen gesproken, ze zijn ook allemaal rood. Ja zo, dat mag je onderzoeken ook. Maar jij hebt de enige harte 8 achteruit gehaald met een blauwe rug. Hey, gefeliciteerd, je hebt een gave. Afgelopen december was het tijd voor het 38e top team toernooi. We hebben 4 avonden waar wij allerlei sporten met elkaar beoefenen. En vandaag is het afsluitende zeskamp. Dus omdat we tegenwoordig 1 gemeente zijn, hebben we besloten ook om het wat breder uit te dragen. En niet alleen meer Bergzoekse verenigingen, maar ook verenigingen van buiten Bergzoek. Dus wel Lansingerland, noemen we Blijswijk of Berkel, om die binnen te halen. Van tevoren waren de spellen nog onbekend. Niemand heeft zich er dus op voor kunnen bereiden. Maar fanatiek was iedereen in ieder geval wel.
Hoe ging het? Ja, het ging prima. Dit spel ging hartstikke goed. Jullie gaan nog winnen vandaag? Ja, wij Triomf natuurlijk. Die wint dit spel elk jaar, dus vandaag ook. Dat laatste stukje was eerst even inkomen. Maar uiteindelijk hebben we denk ik best wel een goede punten kunnen maken. Het meest intensieve onderdeel was het touwspringen. De winnaar heeft het uiteindelijk 8 minuten volgehouden. 3, 2, 1. Gefeliciteerd, je hebt gewonnen, hè? Dankjewel, ja, dat was erg zwaar, maar toch gelukt. 8 minuten vind ik best wel lang, maar toch volhouden. Welke sportclub er uiteindelijk heeft gewonnen is niet belangrijk. Ook hier geldt, meedoen is belangrijker dan winnen. Volgende maand is er weer een nieuwe uitzending van Lansingerland in zicht. Met onder andere het jubileum van voetbalvereniging BVCB en een interview over hele bijzondere hommels. Tot volgende maand.